nieuwe Nederlandse zwemtalent, de 16-jarige Karel Stolk. Afgelopen weekend brak hij record na record tijdens het Nederlands kampioenschap. En sommige van die jeugdkoers waren al 15 jaar oud en stonden nog op naam van Pieter van den Hogeband. Wat belooft dat voor de toekomst? Zwemmen voor mij betekent alles. Ik vind het gewoon geweldig om te doen. Ik heb het mijn hele leven gedaan. Ik kan niet zonder zwemmen. Karel Stolk, zoon van een Nederlandse vader en een Zuid-Afrikaanse moeder, is een van de grootste zwemtalenten van ons land. En dat heeft hij afgelopen weekend wel bewezen. Volgens mij heb ik zo 13 individuele records gebroken. 4 keer 2 wissel. 4 keer 50. En ga zo nog maar even door. Record na record zwemt de jonge zwemmer aan gruzelementen. Afgelopen week was echt een grote verrassing dat hij zo hard zwom. We hadden ervoor wel een rustweek gehad. Maar ja, zulke tijd hadden we zeker niet verwacht. Hadden we ook niet van durven dromen eigenlijk. Ja, we zijn nog maar net begonnen met het seizoen. Dus het belooft een heel mooi seizoen te gaan worden met Karel. Dat Karel talent heeft is natuurlijk bekend. Daarvoor is hij zelfs in Nederland komen wonen. Zijn ouders vonden het in Zuid-Afrika te gevaarlijk voor de kinderen en dus verhuisde het gezin naar Ierland. Alleen daar kon Karel zijn zwemtalent niet echt ontplooien. Hier is sport heel belangrijk. In Ierland waren andere dingen belangrijk. Dus daarom is het veel beter om hier te kunnen trainen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Hij is nu inderdaad 2 jaar nou in Nederland. Maar hoe snel hij hier de Nederlandse taal leert, integreert hier in het Nederlandse... Ja, zwemwereld en op school, dat is wel heel bijzonder hoe snel dat gaat. En omdat Karels vader Nederlander is, heeft hij ook een Nederlands paspoort. En mag hij dus voor ons land uitkomen tijdens de Olympische Spelen. En laat dat nou net zijn doel zijn. Ik ben echt heel leuk om daar te mogen starten tegen de beste van de wereld. En ja, we zullen zien 2016 wordt het jaar. Dan zou dat leuk zijn.